Hans Goedscholten op dit moment aan het coachen voor de starklasse. Wie coach je? Ik coach het team van Willem Potma en Maarten Morsman. En hoe gaan die vandaag? Ja, die gaan uitstekend. De eerste wedstrijd vandaag waren ze vierde. En de tweede wedstrijd die nu in de plaats vindt, is weer ze tweede. Gisteren waren ze derde, dus ze doen goed mee. Het is een beetje heilig vandaag en de wind wordt minder. Hoe staat het met het weer op het moment? Ja, vanochtend hadden we een oostenwind tussen de 7 en 8 knopen. En wat er nu gebeurt is dat aan de kant de wind helemaal wegvalt. Dat er hier een paar mijl ten oosten van Menoblik, niet ver van het Vogeleiland, dat er nog een beetje wind is. En je ziet heel langzaam de wind vanaf de kant verder naar het oosten wegvallen. Dus we zijn nu, hoe laat zijn we nu? We zijn nu rond 1:02. Dan is er nog een beetje wind, maar de verwachting is dat het na 2 afgelopen is. De F18-baan en we zijn vanmorgen gestart met 8 knoopjes wind en gedurende de wedstrijd zakte die wind wat weg. Dus we hebben de bovenboei al ingekort, het startschip, het finishschip al omhoog gebracht en dan is er een tijdslimiet van 70 minuten en die halen we niet. We zitten nu al op 75 minuten, dus we hebben de wedstrijd afgebroken omdat er te weinig wind is. En wat wordt dan het vervolg? Wordt er gewacht op meer wind voor een volgende start? Er wordt gewacht op meer wind voor de volgende start. Carolijn Brouwer op een Team Boskalis boot. Team Boskalis is zeer succesvol in de F18. Internationaal in Nederland eigenlijk aanvoerend. En wat zien we ineens? Carolijn Brouwer op een Team Boskalis boot. Hoe komt dat? Ja, klopt. Het komt eigenlijk een beetje omdat Jeroen van Leeuwen en ik hebben 2 weken geleden samen het Tornado WK gevaren op het Gardameer. En daar zijn we 4e geworden, daar waren we super blij mee. Het ging ook hartstikke leuk, het was heel leuk aan boord en we hebben heel veel plezier gehad. En nou, een paar weken later is dan nu het F18 NK en ik had eigenlijk nog geen plannen. En Jeroen die was in Amerika met Gunnar Larsen, die normaal dus op deze boot vaart. En ja, die had het nogal moeilijk om zijn schema aan te kunnen houden. Die moest nogal wat heen en weer vliegen daarvoor. En nou, toen kwam het zo uit dat ik mocht invallen. En daar ben ik wel eigenlijk heel blij mee. Oké, dus het is een eenmalig iets. Nou ja, ik zeg de hele tijd van Jeroen en ik zijn een gelegenheidsteam. Maar ondertussen hebben we het F18 WK in 2007, dat was in Australië. Toen was Sebbe, mijn bemanning, die had een aantal gekneusde ribben, dus die kon niet. En toen is Jeroen voor hem in de plaats meegegaan. En dat ging eigenlijk ook hartstikke leuk. En nu het Tornado WK en nu het NK F18. Dus ik denk dat we ondertussen ons geen gelegenheidsteam meer kunnen noemen. Maar op de Boskalis-boot van Gunnar voorlopig wel. Oké, nu ben jij een van de meest professionele zeilers in Nederland. Tenminste, in zover je nog in Nederland bent. Want jij woont hier niet meer, geloof ik. Nou ja, waar woon ik eigenlijk wel? Nee, ik woon eigenlijk 6 maanden op het jaar in Australië. En 6 maanden, ja, kan ik wel zeggen Nederland, maar het is eigenlijk Europa. Dus ik probeer de winters over te slaan en lekker veel te zeilen. En is dat wel in zeilen of hou je ook bezig met andere dingen tegenwoordig? Nou, alles waar ik me mee bezig hou is niet alleen zeilen, maar het heeft allemaal wel met zeilen te maken. Oké, heel goed. Nou, ik wens je heel veel succes dit NK. We willen kijken morgen wat het wordt. Hopelijk met wat meer wind. Heel graag. Dankjewel. Dankjewel.